Yo, kijkers van Duffy Games, en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Tekkit. En bedankt voor alle reacties, zijn er dit keer echt veel. Het zijn er 40, tot nu toe dan. En ja, thanks ervoor, ik heb er zeker wat aan. Even kijken of hier nog dingen naar mij invliegen. Nee, dus zit het allemaal goed, mooi zo. Dit kan in ieder geval wel uit. Een aantal... Oh shit, er ging mijn laatste ding. Snel vliegen. Een aantal reacties waren over de Dutch Storms, om daar te gaan kijken. En ik ben wel blij met reacties zijn gekomen. Aangezien de mensen nu zeggen van je moet alleen kijken daar eventjes voor de Diamond Machine. Dat was eigenlijk het enige waarom. En als jullie nu ook nog iets opvalt over een of andere muziek of wat dan ook. Dan wil ik ook meteen maar even zeggen. Ik heb een aantal claims gekregen op video's. In totaal nu al 14. Doordat YouTube die is nu veel meer bezig met controleren op claims en weet ik veel wat allemaal. En ja, ik heb dus nu daardoor totaal 14 claims gekregen van muziek. Wat houdt dat in? Nou heel simpel, ik ben partner dus ik krijg geld voor Minecraft, dat is mooi veel bloot. Ik krijg mijn geld voor video's en dat zijn geen wereldbedragen, no worry. Alleen doordat ik dus die muziek erop heb gedaan, zegt YouTube van, hey, jij gebruikt muziek wat copyrighted is. En daar, dat is copyrighted en daar krijg je dus geen geld meer voor. En natuurlijk het maakt niet zoveel uit. Ik heb even berekend, het ging totaal over 17,5k views plus minus ongeveer. Alleen het is gewoon wel erg jammer dat je ergens werk in doet en dat je er gewoon niks voor terugkrijgt. Kijk, natuurlijk ik krijg heel veel lieve reacties en goede reacties van jullie terug natuurlijk, mensen, vergeet dat niet. Alleen dat is natuurlijk ook iets waarom je natuurlijk ook video's blijft maken, om dat soort dingen. Dus heel simpel, ik weet niet of ik onder deze video nu muziek ga plaatsen of dat ik het eventjes zo laat hoe het nu is. Daar moet ik nog even over nadenken. Ik weet niet hoe het anders gaat worden. Als je geen muziek eronder hebt, wat nu dus is, dan hoor je natuurlijk helemaal niks, zeg maar. En ja, dat kan gewoon wel vervelend worden. Maar goed, genoeg over geluld. We gaan nu snel verder. Niemand had hier zo gelaten of dit kan ontploffen, maar ik ben er wel bang voor omdat ze helemaal rood zijn. Loopt dit nou nog wel door eigenlijk? Gaat dit nog door? Dat gaat nog wel door. Oké, mooi zo. Mooi, er zit ook alweer één extra in. En de vraag... Oh, trouwens over de Dutch Storms. Mensen wilden eigenlijk alleen dat ik keek voor de machine bij de Dutch Storms. Dus misschien had ik het ook al verkeerd begrepen. Mensen vonden het juist leuk hoe ik loop te klungelen af en toe. Dat soort dingen. Dus daar ben ik in ieder geval blij omdat het daarmee is opgelost. Zoals jullie nu ook holy shit horen dat er nu muziek is. Dat is van Minecraft zelf. Weet je wat, ik zet dat er gewoon ondertussen ook aan. Horen dat gewoon. En we hebben hier gewoon een fucking reusachtige cave gevonden. Ah, oh, lapis lazuli. En ik raak helemaal afgeleid hiervan, want ik moet hier helemaal niet in. Maar hier zijn diamonds. En andere dingen allemaal. Fucking beasts deze. Deze heb ik nog nooit gezien. Oké, goed, we gaan niet snel weg, want hier moet ik helemaal niet wezen. Want we gaan vandaag bezig omdat Scrappy, weet ik hoe iemand zei dat ik het verkeerd zei. Maakt helemaal niet uit, mensen. Iemand zei dat ik dat nog in een UU Matter. Dat versnelde proces, ken je niet naar tussen. Oké, maar dit is... Dit is precies hetzelfde. Oké, dit is gewoon precies hetzelfde. Een UU Matter of zoiets. We moeten een UU Matter maken. Ja, dat snap ik ook, maar... Kan ik het hier induwen nu? Nee, hier? Nee. Maar, hoezo kan... Moest het hierin? Oh, het moest hierin! Kijk, dat was het dus. Oké, we hebben nu een nieuw project, mensen. Wat ik wil gaan proberen is eigenlijk heel veel koppels gaan verzamelen en dat hierop aan te laten sluiten. En natuurlijk weer aansluiten daarop. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Maar dat ik het ga doen, dat weet ik wel. En kijk hoor, als ik nou van onder hier een pijp in kan laten lopen vanaf daar, dat zou super awesome zijn. Dus dan zou ik ongeveer hier de grond in moeten. Dacht ik wel dat dit zou gaan gebeuren, maakt helemaal niet uit. Oké, hier. Als ik hier een wooden... als ik hier een wooden pipe zou zetten. En hier gewoon eigenlijk nog eentje lager allemaal cobblestone. En dat uiteindelijk met de machine hierop doen, waardoor dit wordt leeggepompt. Dan als het goed is, werkt dat veel beter. Dus als ik dit nu... Ach, dit kan nu ook trouwens ook weer aan. Maar dat is ik nu ook even te denken, dan moet ik, kan ik beter. Ik heb een diamond, jippie. Ik zet deze even uit. En waarom? Omdat die natuurlijk heel de tijd mijn diamonds opmaakt. En die gaat diamonds mijn
even, waarom doet hij het nou niet? Oh, daar komt hij. Wat de heck, waar kom jij vandaan? Kijk, we hebben ook weer wat spullen. Mooi zo, dit schiet tenminste op. Langzaam krijgen we spullen binnen in onze chest, gelukkig. Goed. Ik moet me niet gaan laten afleiden, anders gaat het mis. Goed, we hebben nodig transport pipes. Wooden transport pipes. Chest hebben we nodig. Shit, wat heb ik nog meer nodig? Cobblestone, nee. Ik heb dit nodig en... Oh ja, hier. Engines. Ik kan zijn steam engine ervoor gaan gebruiken. Waarom ook niet? Fuck dat. Heb ik nog kool? Nope. Mooi. Ik heb er geen kool meer. We hebben nu wel kool. Genoeg. Zo. Oké. Dus als ik nu hier onder de grond... Wacht even, dit goed zetten. Die. Deze cobblestone pipe. Deze pipe zo. Dan doe ik dit even eentje lager. Anders gaat het in die solar panels. En ik weet niet waarom, maar dat heb ik liever niet. Wacht, ik kan ook gewoon... Als er nog eentje lager gaat, kan dat eigenlijk? Dat kan volgens mij wel. Oh, fuck. Deze gaat heel even uit. Dit gaat allemaal nog goed. Dit gaat goed. Oké, ik moest even checken of alles goed ging. Oké, dan kan ik dus nu... Zo, hier deze... pipes in laten gaan. En dan eigenlijk moeten we nog een... Oh, wacht even. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Oké. We moeten dus eventjes hier langs, want anders mixt het in die andere pipes waardoor alles door elkaar gaat. Dat wil ik liever niet natuurlijk. Kan het nu wel? Nee, nog steeds niet. Zo. Oké. Als ik hier nu een engine op zou gaan zetten. En op deze manier zo. En dit gaat daarin. Er zit nu niks in. Oké, dat maakt op zich niet uit. Wat ik dus dan eventjes moet gaan doen op het moment is... Some cobblestone. Thank you. We hebben een test om mensen. Uiteindelijk moet ik hier natuurlijk een quarry eigenlijk op gaan aansluiten. Dat hier alleen maar cobblestone in komt. Deze laat ik pompen. Ik doe hier nu het cobblestone in. Maar ik ben even benieuwd of het er ook echt in gaat. Kan dit nog sneller dan? Zo. Nou, hup, geef me zo'n ding. Oké, we hebben er één. Oké, het wordt er wel dus uitgepompt. Oké, dit werkt al. Dan kan ik ook wel een golden pipe, dus nou, heb ik nu niet op het moment. En als het goed is, wordt het dus hier ingezet. Er is er alweer eentje, mooi zo. Het begint nacht te worden, maar dat heeft heel veel pech. Ik moet heel veel dit checken of dit wil. Oké, dit gaat me echt te sloom. We gaan golden pipe fixen, snel. Golden pipe, zo. Ik moet ook snel gaan slapen, anders krijgen we weer geen stroom natuurlijk. Maar dat komt wel goed. Laten we hier gewoon even dit doen. Zo. En dan... Oké, dat werkt dus niet. Fuck. Zo. Nog net op tijd kunnen fixen, denk ik. Oké, gaat het hier erin? Yes, het gaat erin. Alleen doordat het waarschijnlijk nu nacht is, wordt hij niet gebruikt. Mag ik slapen alsjeblieft? Hallo? Yes, oké. En als het goed is, wordt hij nu wel gebruikt. Yep, oké, hij wordt gebruikt, mooi zo.
Nou, dit eigenlijk gefixt. Alleen het probleem op het moment is dat we dus nu geen cobblestone hebben en een chest ook niet wat helemaal vol kunnen douwen. Dus daar kunnen we op het moment even niks mee doen. Maar er zijn nog wel reacties achtergelaten over die pickaxe of zo waar ik het over had. Of iemand had, mensen hadden over een hamer of zo. Dus daar ga ik heel eventjes naar kijken. Eventjes om tussen dit wegdoen. Wacht even hierin. Zo. Ja. Maar 1 waard is 4 waard, is ook geen fuck waard. Oké. Oké, de hamer of iets waar mensen over hadden. Er bestaat geen pickaxe, maar iets anders. Een staaf. Oké, staaf. Oké, dat is niet gewoon niet staaf. Niet dusum, dus een detect serie. Ga zo door, extreme force tanks. Red matter pickaxe. Red matter pickaxe. Oké, dit is eentje die in ieder geval achter wordt gelaten. Scrub up moet je u maken, niet kijken, tag het, bla bla bla. Scrub matter u, ja, ja. Een dark matter pickaxe. Want we hebben in ieder geval een red en een dark. Oké. Dark matter hamer. Kijk, ik kijk nog heel veel goed naar voor het geval dat ik iets ga maken. Machine. Nice serie. Nee. Je moet je machine zetten bij solar panels. Kijk niet naar touch terms. Oké. Dit is een dark matter pickaxe. Maar je chunk ores kan wegminen. Fuck is snel. Het gaat niet stuk. Je kan hem opladen met V. Oké, dus het is waarschijnlijk deze. Ik weet niet zeker of het inzit, maar het heet een hamer van Tinkers. Een hamer van Tinkers. Nee, dat is een Anthem of zoiets. Een Destructor, bla bla bla. Iemand zegt ook dat dit het is. Moeilijk. Maar ik denk toch dat ik voor de Dark Matter ga, want die heeft zelfs een like gekregen van iemand dat het waarschijnlijk... Dat hij het ermee eens is, dus waarschijnlijk is dat hem dan. Zo niet, dan moet ik de volgende keer natuurlijk iets anders gaan maken. Dark Matter Pickaxe, goed. Oh. Oké, krijgen we dit gezeur weer. Oké. Oké. I got this. I think I got this. Because I got some of... Oké, deze heb ik toevallig nog een aantal van. Als ik 1 Philosopher's Stone gebruik en 4 van die krijg ik 1 zo'n eentje. Dus als ik 1 Philosopher's Stone gebruik, die heb ik hier, krijg ik zo'n eentje. Dus als ik zo... Dus oké, nu heb ik er in ieder geval 4. Nou, die Philosopher's Stone kan weer terug. Veel te veel van gemaakt toen destijds, maar boeien. Goed. Deze dingen zijn 8000 each. 8000 each. Nou, hier kan ik in ieder geval wat van maken. Gebruik gewoon lekker wat van dit. Gebruik wat van dit. Energy collector. Deze is wel veel waard, mensen. Zullen we deze... Zal ik... Ja. Ik heb twijfels, mensen. Want dit ding gebruik ik op het moment niet. En ik weet dat het ontiegelijk zwaar is om te maken. Even kijken voor de zekerheid. Energy collector. Oh, dat zit eigenlijk wat alles wat erin zit. Really? Oké. Keuzes voor mij gemaakt. Dit gaat er even uit voor het geval dat we die kakkers anders wel voor gebruiken. We zetten dit hierin. Ik kreeg er maar 10 voor, maar goed. Oké. We hebben er inmiddels 23. Maar we hebben ook nog diamond. We hebben Dark Matter Pickaxe. 1, 2, we hebben 8 keer 3, 16. 24 hebben we nodig als ik me niet vergis. En ik heb er nu 23. Goed. Nee, dat vind ik zonde om te gaan gebruiken. I got this. Oké. Wacht, laat ik er nog even eentje extra maken voor het geval dat als ik het ooit nog nodig heb. Slim. Zo. Mensen, willen jullie natuurlijk zien hoe we de volgende keer de Dark Matter Pickaxe gaan maken? Dat zou ik zeggen... Kijk de volgende keer weer. Vergeet gewoon duimpje aan te klikken. Vergeet op abonneren te klikken als je nieuw bent. Deel deze video eventjes. En dan gaan we de volgende keer bezig met de Dark Matter Pickaxe. En dan gaan we natuurlijk ook even uitproberen.
Eventueel andere tips mag je ook altijd achterlaten over dingen wat gemaakt kan worden. Of over tips hierover. Dan kan ik ook naar gaan kijken. En dan bedank jullie voor het kijken in deze aflevering van Tech het Mensen. Later.